Hallo allemaal, er moet even wat van het hart. Ik heb een rare avond gehad vandaag. Veel matches zoals deze. En ja, in de replay zie je nu XVM. En dat had ik niet op de tijd dat ik het speelde. Dit is een standaard matchmaking, een beetje voor de Conqueror, geen probleem op zich. Maar ja. Sowieso is het al lastig om drie goede mediums te spelen die een tier hoger zijn, waarvan ik zeker weet dat er één naar de heel gaat. Nou, gelukkig weet ik er eentje te damagen, maar hij schakelt ook mijn commander uit. Maar het gaat mij voornamelijk om de arty. Er is dus maar één arty in het spel. En ik kijk een hoop filmpjes van bijvoorbeeld Quickie Baby of Circumflexes en ik zie daar. Nou, ze hebben natuurlijk ook wel matches zonder Artie, maar ook wel zat matches met Artie, dat ze gewoon de hele tijd stilstaan en niet geartied worden. Nou, dat gebeurt mij dus nooit. En je zult zien wat ik bedoel, zo direct. En ik begrijp gewoon niet hoe dat komt. Ik heb het zo vaak dat Artie ineens mij moet hebben. En of ik nou top tier ben of bottom tier, dat maakt nooit wat uit. Hier ben ik dus geen top tier duidelijk, maar er zijn allemaal tier 10's gespot, dus keuze zat om op te schieten. Maar die Artie gaat zo direct besluiten om op mij te schieten. Blijf zoveel mogelijk in beweging, dat doe ik eigenlijk altijd. Maar ja, we zijn hier wel de heel aan het winnen. Dus ja, daar moet eventjes op gefocust worden, op die heel. En die ST1 is eigenlijk de laatste die in de weg staat. Voordat we die heel kunnen veroveren. En op dit moment heeft hij nog maar een paar schoten nodig. En staat hij alleen tegen een heleboel decks. En nu komt het. Ik moet hier even stilstaan om te aimen op zijn weak spot, zijn Cupola. Ik raak hem en vervolgens word ik compleet uit het niets geartied. En ook meteen, het is ook niet alleen dat hij me op mij target, maar hij krijgt het dus ook voor elkaar om me dus ook nog een penetrating hit te doen. Waardoor ik gewoon in feite eigenlijk al mijn hitpoints in één keer kwijtraak. En ja, ik begrijp gewoon niet waarom die gast het constant bij moet hebben. Blijkbaar deed XVM het bij hem wel en ja, nu ik zie ben ik dus duidelijk de beste speler aan onze kant van het team. Het zal wel de enige reden zijn. Ik kan geen andere verzinnen. En ja, dit maakt het af en toe gewoon heel frustrerend om World of Tanks te spelen. Gelukkig heb ik dit weekend niet zoveel te doen. Of ben ik er gewoon helemaal niet. Dus is het wel fijn om even een paar dagen een break te hebben voor World of Tanks. Want dit is het laatste potje van de avond. En ja, hier, dit kilt voor mij gewoon de fun. Heel jammer, er zit maar één Artie in het spel. Die krijgt het voor elkaar om mijn fun compleet weg te halen. Sorry voor het negatieve replay, maar ja, het gebeurt dit soort matches heb ik zo vaak. Ik denk, ik laat het gewoon eens een keer zien om te laten zien wat ik bedoel. Hopelijk volgende keer weer een leuk filmpje.